Goedemiddag, we zijn hier bij KCA TV. Ik ben Lisa Prins en ik interview René. Hoi. Hoi. Wat doe je voor beroep? Nou, ik ben voorzitter en een van de oprichters van Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. En waarom heb je voor dat beroep gekozen dan? Nou, omdat ik eigenlijk in het werk wat ik hiervoor deed tegenkwam dat heel veel kinderen die in armoede leven geen leuke verjaardag konden vieren. En al helemaal geen kinderfeestje. Toen dacht ik, nou, daar moet iets aan gebeuren. En vind je het dan een leuk beroep om te doen? Ja, heel leuk. En waarom vind je het dan zo leuk? Het is heel divers, want ik moet heel veel met mensen praten. Ik moet heel veel dingen regelen. Ik moet heel veel met social media doen. En ik moet vooral heel veel geld regelen, zodat we alle kinderfeestjes kunnen betalen. Zijn er ook minder leuke dingen? Nou ja, eigenlijk is het minst leuke dat het nodig is. Dat er zoveel kinderen zijn die door armoede geen leuk feestje kunnen krijgen. En kost het veel tijd om een feestje te organiseren voor die kinderen? Of? Nou, we zijn gemiddeld per feestje een uurtje bezig. Een uur, oké. Ja. En doe je het beroep wel betaald? Of nee. Doe je het vrijwillig? Helemaal vrijwillig. Oké. En hoe lang doe je het al? Ik doe het nu bijna 3 jaar. En wat is het leukste feestje dat je ooit hebt gepland voor iemand? Nou, eens even denken. We hebben er nu al bijna 450 gedaan. En ja, wat is het leukste? Ik denk alle feestjes die we buiten doen. Dus in de klimbossen, speurtochten, dat soort dingen. En je noemde net al een paar activiteiten, maar wat voor activiteiten doen jullie dan vooral? We doen vooral feestjes waarbij we naar buiten gaan. Dus lekker actief, sportief en dingen met cultuur. Dus bijvoorbeeld ook in Apeldoorn naar Paleis het Loo of naar het museum. En we doen ook heel veel creatieve dingen. Oké, en doe je er dan nog ander werk naast en wat dan? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Nee? Nee. Okay. Dus ik verdien helemaal geen geld. Wow. wat is dan de gekste plek waar je ooit een feestje hebt gedaan? De gekste plek? Eens even denken. De gekste plek. Nou, wat vind jij een gekke plek voor een feestje? Ja, ik weet niet. Het ligt er maar net aan. Gekste plek. Nou, ja. Gekste. Ik zit te denken. Ik weet het eigenlijk niet. Het zijn allemaal hele leuke plekken vooral. Heel divers ook. Echt van uitvindfeestje waarbij je proefjes gaat doen tot in de bomen slingeren en bowlen. Maar ook bijvoorbeeld naar een binnenspeelhal. Van alles en nog wat door elkaar eigenlijk. We vragen altijd aan het kind dat jarig is, van wat zou je leuk vinden om te doen? Want bijna alle kinderen hebben wel een droom wat ze op een feestje willen doen. Toch? Heb jij wel eens een feestje gedaan? Ja. En wat vond je dan het gekste feestje wat je hebt gedaan? Nee, geen idee eigenlijk. Nee, hè? Nee. En de leukste? Laatste feestje denk ik was een discofeestje. Oh, dat is wel heel leuk. Ja. Ja. Dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Dankjewel. Goed gedaan. Jee, jee, jee! Dit is KCA TV! Hallo, ik ben Shahed. Ik ben 11 jaar. Ik kom uit Apeldoorn. Ik zit hier naast Namonia. De eerste vraag is, wat is Kids College Apeldoorn? Nou, Kids College Apeldoorn is een platform waar kinderen kunnen komen om dingen van verschillende beroepen mee te pikken. Welke beroep heb jij gekozen? Ik had al gekozen voordat ik hier kwam, maar dat was politie. En dit heeft mij alleen maar laten zien dat ik nog graag bij de politie wil. En waarom heb je voor de politie gekozen? Ja, ik wou iets leuks doen, iets met actie, spanning. En ja, politie leek me ideaal. Wat doen jullie allemaal bij de Kids College Apeldoorn? Nou, Kids College Apeldoorn, dat is elke weekend. En dan, dan kom je met de groep en dan ga je naar een beroep. Dus bijvoorbeeld naar de dierenarts. Ga je die dag bij de dierenarts meekijken hoe het gaat. Hoe kwam je bij de Kids College Apeldoorn? Nou, ze kwamen een keer langs mij destijds op de basisschool. En toen ze het verhaal vertelde, dacht ik, ja, daar moet ik aan meedoen. En waarom dacht je dat? Nou ja, zo'n kans. Ja, waarom zou je dat laten schieten als je het kan doen, toch? Heb je nog mooie herinneringen aan Kids College Apeldoorn? Ja, zeker. Mijn stage met mijn begeleider destijds Paul. De verkeerscontrole, die vond ik heel leuk. En het politiebureau. Dankjewel. Nou, geen probleem. Jee, jee, jee! Dit is KCA TV! Woo!
Hallo, ik ben Nico. Ik ben 10 jaar en woon in Apeldoorn. Welkom bij KCA TV. Ik zit hier met oud-wethouder Johan Kruithof. Wat doet hij nu? Nou, in ieder geval ben ik nu geen wethouder meer. Hè. Daarom ben je oud-wethouder. Dat was ik tot vorig jaar juni, tot aan de zomervakantie, zeg maar. En nu ben ik officieel gepensioneerd met pensioen. Maar ja, dan zou ik helemaal niks doen en dat vind ik zo vreselijk saai. Dus ik doe nou een aantal dingen. Ik ben bijvoorbeeld voorzitter van het bestuur van Kids College Apeldoorn. Daarom zit ik hier ook bijvoorbeeld. Maar ik ben ook nog iemand die helpt bij de provincie in Arnhem, daar zit de provincie, om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer beter loopt dan het nu loopt. Nou, dat doe ik ook. Dus zo zie je, je kunt wel gepensioneerd zijn en toch nog lekker bezig zijn. Ja. Wat mist u van de tijd als oud-wethouder? Nou, vind ik wel een goede vraag trouwens. Leuk dat jullie dat vragen. In het begin miste ik heel veel. Want ja, dat is wat je gewend bent. En ik was gewend elke ochtend lekker op tijd op te staan. Op mijn fietsje naar het stadhuis. Hè, dat zit hier vlakbij. En nou, je doet van alles. Je bent heel erg druk als wethouder. Maar je wordt ook wel een beetje verwend als wethouder. Nou, dat mis ik wel. Maar daar staat tegenover dat ik bijvoorbeeld nu eens een keer kan uitslapen. Of dat ik, als ik op woensdagmiddag zin heb om eens lekker te gaan wandelen, dat zomaar kan. Of als ik op zondagmiddag naar een voetbalwedstrijd wil, dat zomaar kan. Ik ga graag naar Go Ahead, ik ga graag naar FC Twente. Daar heb ik nu allemaal tijd en ruimte voor, dat had ik vroeger niet. Dus dat staat er weer tegenover. Ja. Wat deed u als wethouder? Ik was wethouder van onderwijs, dus dan moest ik ervoor zorgen dat alle scholen dat die het goed deden, dat de gymnastieklokalen op orde waren, dat alle scholen voldoende meesters en juffen hadden en dat de gebouwen er goed bij staan en dat er ideeën is over kinderen die het wat moeilijker hebben, dat die toch geholpen worden om ook goed onderwijs te krijgen. Dat was wat ik als wethouder van onderwijs deed. En ik was wethouder van openbaar vervoer. Dus ik moest ervoor zorgen dat alle bussen op tijd rondreden en dat die chauffeurs waren. Die twee dingen heb ik vooral gedaan. Ja. Hoe lang bent u wethouder geweest? Bijna 7 jaar. Ja, best lang hè? Ja. Vond ik tenminste wel lang. Maar, Waarom bent u wethouder geworden? Ja, waarom wordt een mens wethouder? Nou weet je, eigenlijk word je dat niet, je wordt gevraagd. Dus er moest een nieuwe wethouder komen, want de oude wethouder die was opgestapt. En toen kwamen er een aantal mensen bij mij aanbellen, echt letterlijk bij mij thuis aanbellen. En die zeiden, zou jij niet wethouder willen worden? Nou, heb ik best even over nagedacht, want ik zei al, het is een baantje waar je heel erg druk mee bent. Je bent eigenlijk 7 dagen per week bij je wethouder. En dat ben je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus ik heb dat wel even met mijn vrouw overlegd en met mijn kinderen die toen nog thuis woonden. Nou ja, iedereen zei, dat is een baantje, dat past precies bij jou, moet jij maar doen. En toen heb ik het gedaan. Ja. Hoeveel vergaderingen heeft u gehad? 421. Dat weet ik niet hoor, maar heel erg veel. Want dat is toch een beetje wat bij het werk van een wethouder hoort. Vergaderen met andere mensen over alle problemen en alle dingen die in de stad moeten gebeuren. Dus elke dag wel 2-3 vergaderingen, denk ik. Nou, 7 jaar lang elke dag 2 of 3 vergaderingen. Ik kan niet helemaal uit mijn hoofd uitrekenen, maar het zijn er heel erg veel. Wat is er leuk aan? Ja, nou heel leuk is bijvoorbeeld dat je zo nu en dan met RTV Apeldoorn, want dan komen ze langs, hè. Dan komt meneer Witloks komt langs, of Chantal komt langs, mevrouw Zwaag moet ik natuurlijk zeggen. En dan gaan ze mij allemaal vragen stellen, net zoals jij dat nu ook doet. Maar wat ik vooral leuk vond en leuk vind, is dat je de stad een beetje mooier kunt maken. Dat je de scholen een beetje beter kunt maken. Dat je het kunt zorgen dat het voor de kinderen op die scholen goed gaat. Dat kinderen iets leren, dat kinderen mensen worden die trots zijn op wie ze zijn en wat ze doen. Dat jongeren trots zijn op wie ze zijn en wat ze doen. Dus een beetje helpen, de mensen en de stad een beetje helpen om het allemaal net iets beter te laten gaan. Dat is er leuk aan. Ja. Waarom bent u oud-wethouder? Ja, omdat je op een gegeven moment moet stoppen. Hè? Ik ben 66 jaar. Dus ik zal je een geheimpje vertellen. Dinsdag word ik 67 jaar.
En dan is eigenlijk het voor alle mensen in dit land zo, dat als je 65, 66 of 67 bent, dat je moet gaan stoppen met je werk. Ik vind het wel jammer, hè? Daar hadden we het straks al even over. Hè? Maar ja, zo gaat het. En dat is dan ook wel weer goed, want dan is er weer ruimte voor mensen zoals jij, die straks misschien ook wel wethouder willen worden. Ja, dan moet er wel een baantje zijn. Dus nou, vandaar dat het ook goed is dat als je op een gegeven moment zo oud bent als ik, dat je dan stopt. Ja, ik heb verder geen vragen meer, hoor. Ik heb ook geen vragen meer. Ik vond het een leuk interview. Dank je wel. Dank je wel, wethouder. Welkom bij KCA TV. Ik zit hier met de kinderburgemeester van Apeldoorn. Hoi. Hoi. Wat doet een kinderburgemeester? Een kinderburgemeester doet eigenlijk van alles en nog wat. De ene keer ga ik bijvoorbeeld een enquête invullen. Een soort van formulier ga ik dan invullen. En een andere keer ben ik aan het voorlezen voor groep 1, 2 en 3 op een basisschool. Dus van alles en nog wat. Oké. Hoe ben je op het idee gekomen om kinderburgemeester te worden? Nou ja, eigenlijk ben ik niet op het idee gekomen, maar mijn ouders die iets dan zien. Kijk, is dit niet wat voor jou? En ik zei van, oh ja, ik kan het wel proberen. Wist ik veel dat ik zou winnen of zo? Ik dacht, weet ik veel, er wint vast wel iemand anders of zo. Maar het is me dus uiteindelijk wel gelukt. Dus dat is wel leuk. Oké. Waar doe je het beroep? Waar ik het doe? Ja, eigenlijk overal nergens. De ene keer in het gemeentehuis, de andere keer bijvoorbeeld hier. Bij Kids College. En de andere keer op een basisschool. Soms ook wel op mijn eigen basisschool. Dus dat is wel leuk. Overal nergens. Oké. Wordt het als een beroep gezien, kinderburgemeester zijn? Nou ja, ik weet het niet. Ik weet niet of het officieel een beroep is. Maar ik vind het wel een soort van beroep, vind ik. Oké. Kan je nog normaal over straat lopen? Ja, dat kan nog wel. Het is niet dat ik overal word geroepen kinderburgemeester of zo. Nee. Nee, ik kan nog wel normaal over straat. Oké. Hoe oud ben je? 11. Maar ik ben heel klein voor mijn leeftijd, dus. Is het makkelijk om het samen met school te combineren? Nou ja, mijn school heeft ook al gezegd van, nou ja, want ze hebben het wel een beetje gezegd van, als het soms te veel wordt, school en dit en dat, dan kan je ook misschien extra schipperdagen toepassen of zo. Maar het kan wel goed combineren met school tot nu toe. Maar volgend jaar ga ik naar de middelbare school. Dan wordt het waarschijnlijk ietsjes moeilijker. Maar ik denk wel dat het gewoon gaat lukken. Oké. Hoe is het om kinderburgemeester te zijn? Heel leuk. Echt super leuk. Ja, ik heb er eigenlijk geen andere woorden voor. Dus het is gewoon superleuk. Okay. Wat zijn je hobby's? Ik hou van paardrijden. Op de bank liggen. Films kijken. Popcorn eten. Nee, geintje, nee. Ja, paardrijden. Ja, een beetje. Ja, ik weet niet. Eigenlijk vind ik het alles wel een beetje leuk om te doen. Leuk. Ik zit ook op paardrijden. Leuk? Ja. Wat was je reactie toen je het hoorde toen je kinderburgemeester werd? Nou, dat is wel best wel grappig, want ik heb twee zusjes. En ik ben eigenlijk een beetje de donkerste van ze alle twee, dus dan zegt mijn moeder. Maar op dat moment, dat ik hoorde dat ik kinderburgemeester was, daar pest mijn vader me nog steeds over. Dat ik net zo wit werd als die witte muur daar achter je. En tot de dag als vandaag pest hij me daar nog mee, dus. Ik was heel erg verbaasd, laat ik het zo zeggen. Oké. Hoe was je leven voordat je een kinderburgemeester werd? Een beetje zo'n gewoon normaal saai leventje als ieder kind in Apeldoorn. Dus ja. Oké. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Yeah!